Welcome, this is the energy vibration lesson for the sun, moon and rising sign of the um, Leos. And I um, must best say the week begin van of. Um, 17 um, april tot en met 23 april, het is de 16e week van de jaar 2017. En voor jullie leus, jullie uh, de week is de week van behoordelen. Oké, de alchemie energy in this week is de week van behoordelen, en je krijgt de energy vibration van de negen van zware en het omgekeerd, de negatief zware in het omgekeerd. Dus in deze week wat je gaat even doen is leren om um, de negatieve gedachten in de positieve om te zetten, oké? Okay? Dus je gaat jezelf verlossen van negatieve gedachten, oké? Okay? Negatieve gedachten. Je gaat jezelf hiervan van. Verlossen hiervan. Als we gaan even je week bekijken. We hebben op maandag. Die number voor jullie. Is echt geen number. Het is een week wanneer je gaat. Een bepaalde um, informatie. Kom naar je toe. beoordelen, gaat je even laten iets horen. Over een situatie dat heeft mee te maken. Met um, je boss. Of je supervisor. Of zoiets. So en um, je gaat even realiseren dat de mensen vibrate niet op een goede energy vibration, maar het maakt niet uit, het is, <laughs> het is gewoon goed. Ik heb het gezegd, je komt deze soort van mensen altijd tegen. Ja, je um, hebt de energie van de tien van zware in het ongekeer. De tien van zware in het ongekeer zegt gewoon um, dat alle de negatieve dingen uit je rug worden uitgevallen, en dit is best wel goed. Um, je komt tegen bepaalde dingen, zoiets als, je moet gewoon op dinsdag een beetje um, geduld hebben met de situatie. En dat situatie heeft mee te maken met je, um, je boss of supervisor op je werk. Geduld hebben voor sommige mensen. Um, uh, succes komt naar je toe, omdat, um, Um, de de anker trekt bij jou op maandag en je hebt het doel: sommige mensen gaan succes krijgen. Um, als je gaat even verder voor sommige mensen, je gaat even nakijken: de situatie wat is gebeurd met de vormen werkgever of werknemer. En je gaat even um, op vrijdag informatie krijgen over wat ze hebben gedaan. Oké? Okay? Deze informatie ga je even leiden. Want in het weekend op zaterdag krijg je die um, energy vibration van um, de page van Staven. Um, en de page van Staven Stave brengt informatie over iets uh, wat was onttrekt bij jou gedaan door een werkgever. Oké? Okay? Echt onttrekt. Dus. Soms um, mensen proberen even wat tegen jou om te doen, en um, ik, ik, je moet leren dat um, Mensen, de gemiddelde mensen is niet eerlijk. En als je werkt in een organisatie en dat soort of institutional-like situatie. je realiseert meer en meer dat um, mensen kiezen voor de organisatie en niet voor de mensen. En okay? dit is niet om te zeggen, ja, dan, sommige mensen zeggen, ja, wat is het beste om te doen? Sommige mensen kennen best wel goed uh, om te werken voor jezelf, want dan je weet je um, wat voor mensen moet je in je leven um, terechtkomen. And as you come taken, uh, men send the vibrate need of a good energy vibration. You can yourself die even in How far go you with certain things? But as I here even look and this is this is it's that for you Leo's, because this is the energy vibration for you Leo's. Okay, this, uh, this for summer commencement can be taken. Dot, uh, you come taken. Je bent um, je, je eigen zaken, je komt tekenen um, een diefstal. Het was een boodschappen die naar je toe omdat het is een week van behoordeling. En je krijgt best wel een boodschappen over een diefstal dat is gepleegd. En dit kan voor um, sommige mensen. Voor andere mensen kan je even achterkomen dat je werkgever best wel een diefstal verpleegt. Oké, okay? dus uh, je werkgever. Was oneerlijk in bepaalde situatie. Dus dit informatie gaat naar je toe komen. En je hebt de vijf en cups hier, dat je zit het even om te bekijken, maar ik zal tegen jou zeggen: laat het even achter jou, oké? Okay? Omdat het maakt niet, niet uit. Kijk, het um, is, is niet de organisatie. Van dat werkgever, het is de persoon diegene dat ging uit om even iets slecht tegen jou om te doen. Oké, okay? dus um, geef geen slechte naam naar de organisatie, omdat meestal die organisatie heeft niks mee te maken met diegene die hebben dat lelijke situatie bij jou um, gedaan. Oké, okay? en daarom um, uh, heb ik Um, en wil ik jullie adviseren dat deze energy vibration komt uit in, in, in deze week, oké? Okay? En het is best wel moeilijk omdat voor sommige mensen, um, soms zeg je, ja, ik geef mijn hele leven naar een organisatie. En kijk eens hoe ik ben behandeld. En ja, eerlijk zeggen mensen. Um, het heeft niks mee te maken met de organisatie. Het heeft wel um, iets mee te maken met de mensen, diegene dat je heeft mee te maken met dat situatie. Niks over liefde in deze week. Deze week is een week wat je gaat even voor jezelf even realiseren dat je moet geduld hebben met de situatie, geduld hebben met mensen, geduld hebben met je um, baas doel hebben met je supervisor, geduld hebben met de mensen die je werkt met, it's all about work situatie, werk situatie, oké. Okay? Het um, is de um, sens daarom je gaat de zorgen van de negen van zwaarden in het omgegeer gaan brengen van de negen van zwaarden in de omgegeer. Wat je gaat zeggen tegen de universe is dat ik maak hier geen zorgen, ik vraag je gewoon help om mijn even uit deze situatie te brengen en iets beters in mijn leven te brengen. Oké? Okay? Dus meestal zit um, je in een organisatie of zit je um, in een werkgelegenheid en je vindt dat het woord, the energy vibration daar wordt negatief en negative and, and negatief en and dragen swerven en het heeft niks mee te maken met die organisatie, want de naam van de organisatie is niet slecht. Het like is de mensen dat werken voor de organisatie. Dus dit gaat je even leren. Dat je gaat even um, realiseren hoe um, dit soort dingen kan jouw effect en hoe je laat het jouw effect. Okay? Omdat sommige mensen zijn gewoon act van een negatieve soort van of standpoint. En wat je gaat te, um, leren is deze twee. Je gedachten. In positieve gedachten zit, um, um, maak geen ruzie met niemand, zegt um, um, tegen je gids en engel. Je ziet deze situatie wat gebeurt. Kan jij alsjeblieft iets beters, iets beter, niet dit, maar iets beter. Oké, okay. want sommige mensen hebben het zo moeilijk dat je zit op je werk en je voelt je niet lekker op je werk en nog steeds je probeert door te gaan. Vraag de universe, zeg tegen de universe, kan jij iets beter? Um, van mijn even het door even openmaken voor iets beter voor mij dan dit wat ik nu meemaak in mijn werk, oké. Okay? De sfeer van je werk enzovoort. So weet je, sommige mensen is echt slecht, weet je. Het is, is de aard en de genen van de mensen. En sommige mensen zeggen ja, maar waarom doe ik, ik het? Waarom probeer je iets beters in je leven om te brengen als je weet dat de mensen zijn slecht Maar... Um, bekijk het leven zo. Dat iemand wat slecht tegen jou gaat doen. De, de mensen krijgen het wel terug. Hè? En, en, en de, um, de mensen die doen slechte dingen. En gaat um, informatie achter, uh, achter de rock En allerlei soort dingen doen achter de rug. En dat soort dingen. Dat je kan niet iemand even um, um, zeggen... Ja, ik ga dit of dat doen en zo, maar je doet het op de rock. Dat betekent dat je geen goede mens bent. Weet je? is geen goede mens. Dus je bekijkt deze mensen zo, so het is oké, okay, whatever. En je gaat even verder. En weet je? Je here over. En je gaat even voor jezelf um, iets anders gaan zoeken. Je gaat het uh, schrijven, je gaat het manifesteren. En je gaat zien dat de door van opportunity, want dat betekent dat is een einde. Tot deze karmatische relatie heb met deze mensen. En ik ga het zeker namens Dave tot volgende week.